Werkt een leugendetector nou wel of niet? Dit is de Universiteit van Nederland. Sommige leugens zijn kinderlijk eenvoudig te detecteren. Hey Jack, did you eat a cupcake? Nou, in dit geval omdat er extern bewijs is, namelijk cupcake-sporen. Maar niet alle leugens zijn zo eenvoudig te detecteren. Dit is een voorbeeld van een van mijn favoriete leugenaars. Lance Armstrong, ja, die toch de hele wereld jarenlang heeft voorgelogen over zijn dopinggebruik. En iedereen die slikte dat als zoete koek. Ik wil even kort een gedachte-experimentje met jullie doen. Denk even na over op wat voor signalen je let als je een leugenaar wilt ontmaskeren. Denk er even 5 seconden over na. Wie denkt dat bijvoorbeeld oogbewegingen, wegkijken, naar linksboven kijken, dat oogbewegingen dat iets zegt over of iemand liegt of niet? Wie denkt dat? Ja, wie denkt dat bijvoorbeeld friemelen, mensen die heel friemelen die aan hun neus zitten, dat iets zegt over of iemand liegt of niet? Ja, nou ook heel wat mensen. Nou, u bent in goed gezelschap, hier is veel onderzoek naar gedaan en internationaal ook. En dit zijn de dingen die mensen noemen als je ze vraagt waar moet je op letten als je een leugenaar wil ontmaskeren. Probleem is alleen dat deze signalen op geen enkele manier samenhangen met liegen. Waarom niet? Daar kom ik zo meteen op terug. Maar het verklaart in ieder geval waarom wij vaak slechte leugendetectoren zijn. Wij kunnen in veel gevallen niet zien of iemand de waarheid spreekt of niet. Nou, omdat we dat niet kunnen, is het ook niet zo gek dat we op zoek zijn naar techniek die ons daarbij kan helpen. En het meest in het oog springende voorbeeld van die techniek is dan de leugendetector. En die leugendetector die gaat al een tijdje mee. Voor het eerst eigenlijk begin vorige eeuw, zo tussen de 1920 en 1930. John Larson was een psycholoog en politieagent in Californië. Die was echt de eerste die met dat idee kwam en met het apparaat ook. En eigenlijk is daar in 100 jaar niet zo heel veel aan het apparaat veranderd. Echt, het enige wat veranderd is dat de rol papier vervangen is door een laptop. Maar verder is het in grote lijnen nog steeds hetzelfde. Wat ik nu eventjes met u wil bespreken is de vraag, werkt deze leugendetector nu? En ik ga u vertellen dat het antwoord op deze vraag 1 keer nee en 2 keer ja is. Voordat ik op de eerste D kom, begin ik even met uit te leggen wat de leugendetector nou eigenlijk precies is. Nou, uiteindelijk is het echt niks anders dan een apparaat wat lichamelijke reacties registreert tijdens een ondervraging. Moet u denken aan banden om de borst en de buik die ademhaling meten, sensoren op de binnenkant van de hand die klamme handen, transpiratie in de handpalmen meet, bijvoorbeeld bloeddrukmeter, hartslagmeter, lichamelijke reacties. Die lichamelijke reacties die hangen sterk samen met emoties. Op het moment dat wij angst ervaren, dan voelen we het hart in de keel kloppen. Op het moment dat we zenuwachtig zijn, dan krijgen we klamme handen. En je kan dus door die lichamelijke reacties te registreren, kun je emoties meten. Nou, de mensen die voorstander van zo'n leugendetector zijn, die menen dat die emoties sterk samenhangen met liegen. Het idee is dus op het moment dat iemand liegt, dan ervaar je angst. Bijvoorbeeld omdat je bang bent om ontmaskerd te worden. Probleem bij deze hele redenering is echter dat ook mensen die de waarheid spreken emoties kunnen ervaren. Je kan bijvoorbeeld bang zijn om niet geloofd te worden. En het apparaat kan geen onderscheid maken tussen de angst van een leugenaar om ontmaskerd te worden en de angst van een waarheidsspreker om niet geloofd te worden. Nou, en dat is dus de eerste nee. Het apparaat werkt niet in de zin dat het geen leugens detecteert. Het registreert niks anders dan emoties. Shakespeare, die wist dat al. Dit is Desdemona en aan haar zijde haar man Othello. En Othello verdacht Desdemona van een buitenechtelijke relatie.
Hij confronteerde haar daarmee en zij ontkende. En zij ontkende omdat er ook geen sprake was van een buitenechtelijke relatie. Maar in haar ontkenning was ze heel emotioneel. Ze was heel wanhopig. En Othello interpreteerde die wanhoop als een teken van dan moet het wel zo geweest zijn. Terwijl die wanhoop eigenlijk kwam uit het idee dat zij bang was dat Othello haar niet zou geloven. Othello die interpreteerde dus die emoties verkeerd. Dacht dat dat dus een bewijs was voor het feit dat zij was vreemd gegaan. En vermoordde haar. We noemen daarom dit type fout ook wel de Othello-fout. En ik begon dus eerder met welke signalen let je op als je leugens wilt detecteren. Doorgaans letten mensen dus op allerlei signalen die toch iets te maken hebben met emotie. Dat gaat toch om of mensen nerveus zijn of mensen angstig zijn. Daarmee maak je dus dezelfde type fout als je ook met die leugendetector maakt. Goed, als die leugendetector niet werkt, als die geen leugens detecteert, hoe kan het dan toch dat die blijkbaar nog steeds op verschillende plaatsen gebruikt wordt? In Nederland gebruiken we dat niet. Dat is eigenlijk omdat de juristen die daarover gaan heel verstandig vinden dat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing is om dit in te zetten. Maar in België is dat een ander verhaal. In België wordt op grote schaal gebruik gemaakt van de leugendetector. Mensen zijn daar razend enthousiast over. En het is eigenlijk wel even interessant om te kijken waar zij nou precies enthousiast over zijn. En dit is een Vlaamse verpleegster. En die is verdacht en veroordeeld voor poging tot moord op twee bewoners van een rusthuis. En ze heeft die insuline hebben toegediend. En zij heeft eigenlijk heel lang ontkend dat ze daar iets mee te maken had. Totdat ze gevraagd werd om een leugendetectietest te ondergaan. Zij bekende ook. En opvallend hier is dat ze bekende voordat de test eigenlijk werd afgenomen. Dus op het moment dat er tegen haar gezegd werd van oké, aan het eind van de dag weten we hoe de vork in de steel zit, want onze ongelooflijk nauwkeurige leugendetector gaat ons dat vertellen. Op dat moment ging ze al door de knieën en bekende ze. En dat is een effect waar ook een mooi verhaal de ronde over gaat. De variant van de kopieermachine. En het idee is dus dat je eigenlijk helemaal geen nauwkeurige leugendetector nodig hebt om zo'n bekentenis af te dwingen. Als je iemand aansluit op een kopieerapparaat en zegt dat dat een leugendetector is, vervolgens daar een briefje uittovert met vals, dan bekent de verdachte wel. Vraag je dus aan iemand die in de praktijk zo'n leugendetector gebruikt, werkt dat? Dan zeggen ze ja, want wij krijgen bekentenissen. Die verpleegster die is veroordeeld tot 12 jaar. En het is maar de vraag of dat ook gelukt zou zijn zonder die test met de leugendetector. Ik vraag nu over daders en verdachten. Ook in andere velden waar die polygraaf, waar die leugendetector populair is. Daar zie je dit soort effecten. Bijvoorbeeld bij het screenen van sollicitanten. Maar ook bij het behandelen van zedendelinquenten. Bijvoorbeeld iemand wordt behandeld omdat kinderporno is aangetroffen. Dan wil de behandelaar, die wil natuurlijk weten van is dit het enige wat die persoon gedaan heeft? Of heeft die persoon wellicht ook echte delicten, echte kinderen mishandeld? Dat is natuurlijk van belang voor de behandeling. Ze doen dan een test met de leugendetector. En ze krijgen daar inderdaad veel meer informatie mee. Dus ze krijgen veel meer informatie boven tafel. Maar ook daar geldt dat heel veel van die informatie die komt eigenlijk van de gesprekken voordat de test daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En gedeelte daarna als je wordt geconfronteerd met de uitslag van de test. Ook daar geldt dus, het zijn de bekentenissen waar mensen enthousiast over zijn en doorgaans niet de uitslag van de test. Dus vraag je aan mij, werkt de leugendetector? En dan zeg ik nee, detecteert geen leugens. Maar ja, je kan de leugendetector wel gebruiken om bekentenissen mee af te dwingen. Heeft u nog een tweede ja van mij te goed? En dat is dat je de leugendetector of polygraaf wel kan inzetten als geheugendetector. Namelijk om de aan- of afwezigheid van daderkennis mee aan te tonen. En stel er is een moord gepleegd. Het idee is dat de dader weet met wat voor wapen dat gebeurd is. Een onschuldige verdachte die heeft geen idee welk wapen ervoor gebruikt is. Leg je nou iemand 5 opties voor die in principe even plausibel zijn.
En meet je tegelijkertijd die lichamelijke reacties die je met de leugendetector meet. Hè? Bijvoorbeeld wat je hier ziet, huidgeleiding, klamme handen. Is het idee dat even plausibel, dus een verdachte, een onschuldige verdachte, weet niet wat het correcte alternatief is. En die zal overal ongeveer dezelfde reactie laten zien. Een schuldige verdachte, die herkent het correcte alternatief en zou daar een sterkere lichamelijke reactie laten zien. Nou, het mooie van deze methode is dat, hè, waar de leugendetector vooral die Othello-fout maakt, hè, dus waarheidssprekers onterecht als leugenaars aan, beschermt deze methode juist onschuldige mensen heel erg goed. Het idee is namelijk, je kan uitrekenen wat de kans is dat op basis van toeval, als je kennis niet hebt, dat je toch het sterkst reageert op het correcte alternatief. Dat is namelijk in dit geval 1/5, 20%. Maar formuleer je nou 2 vragen, hè, het moordwapen en de vluchtauto, de kans dat je dan op allebei de details het sterkst reageert, is 1/5 keer 1/5, dus 1/25, is 4%. Heb je 3 vragen, dan wordt die kans 1/5 keer 1/5 keer 1/5, dus 1/125. Dan zit je zo onder de 1% kans, hè, dat iemand die geen kennis heeft van het delict, dat je dat toch op basis van toeval aantoont. En dat is het grote voordeel van de geheugendetector. Ik heb u dus uitgelegd dat de leugendetector geen leugens meet. Maar dat je hem wel kan inzetten om bekentenissen af te dwingen. En dat je hem in kan zetten als geheugendetector. Ik wil nog even tot slot vooruitblikken en een kijkje in de toekomst nemen. Je ziet namelijk met enige regelmaat allerlei krantenartikelen of allerlei presentaties van mensen die nieuwe apparatuur hebben ontwikkeld die beter zou werken dan die oude traditionele leugendetector. Deze, de leugendetector tegen terroristen, komt uit Israël. En het idee is, het is een hokje met erin een computer en een sensor waar je je hand op kan leggen. Die kun je op alle vliegvelden neerzetten en zo kun je dan de terroristen vangen. Er zijn ook allerlei andere dingen die gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld automatische registratie van gezichtsuitdrukkingen. Met een slimme camera en dan kun je iemand zijn gezichtsuitdrukking kun je analyseren en dan kun je zien wat voor emotie iemand ervaart. Bijvoorbeeld stemanalyses. Hè, mensen die zeggen van als je de stem analyseert, dan kun je ook zien of iemand wat voor emoties iemand ervaart. Wat het geval is met al deze nieuwe methoden, is dus dat het allerlei nieuwe manieren zijn die uiteindelijk toch weer die emoties registreren. En het betrouwbaar registreren van die emoties, dat is het probleem niet. Dat kunnen we al decennia lang. Het probleem zit in de achterliggende redenering, namelijk dat die emoties niet per definitie iets zeggen over of iemand liegt of niet. En al deze nieuwe methoden, die hebben dus in principe te maken met dezelfde fout, zolang ze gebaseerd zijn op het registreren van emoties. Een tweede onderzoekslijn die echt heel interessant, populair is en waar mensen veel van verwachten, is het registreren van hersenactiviteit. We hebben tegenwoordig machines waarmee we hersenactiviteit in beeld kunnen brengen. Veel mensen denken dat we, als we direct in de hersenen kunnen kijken, dan kunnen we toch beter leugens detecteren. Het idee wat veel mensen daarbij hebben is dan dat je iemand in zo'n scanner legt en dan kun je allerhande vragen stellen. En dan kun je aan de hersenactiviteit wel zien of iemand de waarheid spreekt of niet. Ik kan nu uit die droom halen, er is geen hersengebied wat specifiek oplicht, actief wordt op het moment dat iemand een leugen vertelt. Er is wel heel veel interessant onderzoek op dit gebied. En dat laat eigenlijk zien dat liegen gepaard gaat met, we noemen dat inhibitie of onderdrukking. En het idee daarachter is eigenlijk dat onze hersenen zijn voorgeprogrammeerd om de waarheid te vertellen. Dat doen we in het normale leven, doorgaans vertellen wij de waarheid. En als wij willen liegen, dan moeten we die waarheid onderdrukken en een leugen uitvoeren. Dat betekent dat we dus een psychologisch proces meten, ook met zo'n hersenscanner, wat indirect
verband houdt met liegen. En we komen dan terecht op hetzelfde type logische probleem. Namelijk, bij de leugendetector hebben we het probleem, hè? Een leugen hangt weliswaar samen met emotie, maar dat betekent niet dat als je emotie registreert, dat iemand dan ook liegt. En eigenlijk hebben we bij die hersenbeeldvormende technieken hetzelfde type probleem. Namelijk, leugen hangt weliswaar samen met inhibitie, maar dat betekent dan niet per definitie dat als je inhibitie aantoont, dat dat ook betekent dat iemand liegt. Dus ook daarvan kunnen we maar een bescheiden bijdrage verwachten als het gaat om het verbeteren van leugendetectie. Werkt de leugendetector? Nee, de leugendetector detecteert geen leugens. Ja, hij werkt wel als je bekentenissen wil afdwingen. Hij werkt ook goed als geheugendetector. En als je dus leugendetectie wil verbeteren, dan moet je vooral kijken naar die ondervragingstechniek. Dus dan moet je van leugendetectie naar geheugendetectie. En je moet niet zozeer de oplossing zoeken in nieuwe technologie.